It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Gaan we zo lopen? Ja, hè? Zo meteen lopen, hè? Ja. Ja, en het is alweer wat later geworden dan ik eigenlijk zou, maar niet mijn fout. Nee. Ja, een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik had net telefoon ook en ja, daardoor ben ik verlaat, want anders had ik al wel weer terug geweest. Maar ja. Ik had even onze lieftallige Joyce aan de telefoon, die is wat verdrietig. Ja, dan moet ik toch even luisterend oor bieden, ja. Reden, dat gaat jullie niks aan. Nee, als ze dat al wilt vertellen, is dat aan haarzelf, maar niet aan mij. Maar in ieder geval, ik heb het nog druk. Ik zou eigenlijk vandaag met mijn jas op bezig, maar of ik daaraan toe kom, Joyce mag het weten. Ik moet in ieder geval de meisjes uitlaten. Ik moet eventjes naar Blokker in de andere wijk, de dieren speciaalzaak. Want anders moet ik helemaal naar de Action. En daar heb ik geen zin in. Dat is een beetje verder weg. En ik moet even zakken halen voor in de la van de kattenbak. Ja. Anders krijg ik maandag weer op zo'n handen. En dat moet me niet. En ik moet even naar de VOMAR. Dus ja, dat dus. Nou, de VOMAR die is tot vanavond, geloof ik, 10 uur open. Dus dat zal. Maar ik ga nou eerst even lekker met de meiden eruit. Ik weet niet hoe. Ja, daar is de 12 graden. Ik weet het eigenlijk niet eens. Ik weet het echt niet. We zullen even. Hier staat 11. 12 graden voelt als 10. Dus het is koud. Ja. En het wordt alleen nog maar kouder erop. Ja? Ja. Ja, meisje. Ja, het wordt alleen maar kouder. Ja. Maar we gaan er wel eruit en mijn oor jeukt. Gelukkig aan de buitenkant, maar het wil niet over. Maar in ieder geval, ja, 10 graden, zeg ik. Dat dus. Maar we gaan de loop-app erbij halen. Die hak er al eigenlijk bij. En die aan nog. Zo. Dus ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van hetgeen wat jullie allemaal moeten willen gaan doen. Maar geniet ook een beetje mee. En tot later. Doei! Ja, die is blij. Ga jij ook eens even terug? Ja, die is ook blij. Maar we gaan nog niet lopen. Nee. We waren ook laat. Dus ik ken het ook wel wat later. En het is nog vroeg. Het is. Hoe laat is het? Het loopt tegen 5. 16:49 uur, maar ik heb boodschappen gedaan. Ook een gebakje mee, want ik krijg vanavond visite. Maar deze is leuk. Wat is dat? Wat is dat? Kom dan. Is handzeep. Ja, is handzeep. En dan gaat in de zee. Vind ik leuk. Ja. En ik heb de zakken voor Willy. Voor in de kattenbak. Ik heb prei. Ik heb wijn. Ik heb vogeltjes eten en ik heb snoepjes voor Kandal. Ik heb pedalen in mijn zakken, vuilniszakken. Pindakaas voor de vogeltjes. Nootjes en nog veel meer. Ja, ik laat dat jullie straks al zien, maar ik wil even mijn jas uitdoen. En ik wou, ja, ze waren er net even door het hollen heen. Ik denk, nou ja, ik film dat en dan komt zij weer naar mij toe en is het over en uit. Nou ja, pech. Ik doe jullie even dicht en jullie zien het zo wel weer. Ik heb een stapel pindakaas voor de vogeltjes. Ik heb pinda's voor de vogeltjes. Ik heb deze nootjes voor de vogeltjes. En deze kun je ook aan het raamkozijn hangen.
Bird Buffet. Dus ja, helemaal leuk. Probeer ik het raamkozijn te krijgen. Vind ik leuk. Daaraan het mijn mede, laat me zeggen. Of bij die oranje pompoenen zien we dat tenminste. Dan gaan die wel een keer, maar dan kunnen ze er gelijk afleren. Ja, dat dus. Ja, en dat dus. Ja. Maar ik vind het wel leuk. Die potpindakaas die kan ik al in het hockey doen. En dat hockey is ook zo goed als stuk. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Hij is er nog wel. Maar degene die dat gemaakt heeft voor ons. Ja, ik kreeg het hokje van mijn man. Zo'n hokje voor die pindakaaspot. Maar daar hadden we gaas omheen gedaan, dat er grote vogels er niet bij kunnen. Maar die man die had ook iets anders erop gemaakt wat je in Friesland heel veel tegenkomt. Een ulebart. En van oude cd's een dakje gemaakt, want dat schrikt de grote kraaien af. Hè? Ja. Zodat ze er niet bij kunnen. Dus ik haal dat eventjes naar binnen en ik zal eens even kijken. Kan ik hem zelf maken, ja of nee? Of weet ik veel wat. Dus ja, dat gaan we allemaal eventjes doen. En die jas die komt wel. Ik kan er ook niks aan doen, want ik krijg vanavond ook visite. Ja, dat dus. Hé, Elwin? En ik heb lekker bak koffie. Dus gaan we van genieten. Tot later. Nou, ik heb het me niet tegen het raam aangehangen. Het hangt daar tegen de pergola aan. Dat oranje-bruine zakje. Het is een vogelhotel. Ja, en naast de plantenbak die er hangt, hangt dat kleine bruine zakje. In die bol hangt de pinda's en daarbovenin het pindakaaspotje. En dus, nou, de meiden zijn buiten, maar ik doe de deur wel dicht. Ja, dat dus. Hou daar dan. Maar ja, laat ze maar lekker even. Ik heb telefoon gehad. En dat ga ik even terugbellen, want het flikkert. Dat dus. Nou, tot later. Ja. Wat is er mooi. Wat is er mooi. Ja, ik noem nog lekker geen namen of wat dan ook. Want ze wil normaal niet op de camera. En daar hou ik rekening mee. Even je snavel. Ho. Oh, wat mooi, wat mooi. Oh, wat ben je mooi, schat. Echt waar. Helemaal, oh wauw, echt geweldig. Even van de andere kant. Ga jij even naar de richting de keukenstukkie. Dan heb ik niet zo, oh ja, echt. Elwing weg. Ja, echt super schat. Ja, echt. Ja, geweldig. Oh, lief. Ja, die zijn echt zo lief. De hele avond, de hele halve nacht al. Ja, ik schrik net mijn eigen hoedje. Maar ik zat zo heerlijk te chillen, naar de televisie te kijken. Maar het is wel inmiddels alweer 14 minuten over 3 in de nacht. Ken je dat? Ja. Ja, maakt niet uit. We gaan nu lekker naar bedje toe. Want ook ik ben echt nu heel erg moe. Ja, ik heb een heleboel gedaan. Weliswaar geen vlog in elkaar gezet, maar wel heel veel andere dingen. En jullie weten, ik heb visite gehad. Ze was vermomd, want ze wil absoluut niet in een vlog voorkomen verder dan enkel op deze manier. En daar hou ik rekening mee. En ja, het was gewoon een leuke, gezellige avond. En dit was haar Halloween-kleding. Dus ja, dan ken ik dat filmen. Maar ze houdt haar mond en alles. Ze wil niks zeggen, noppen en zo. Nee, dat wil ze gewoon niet. Nou ja, daar heb ik respect voor. En het was verder dus hartstikke leuk en geweldig gewoon. Ja. En nu is het gewoon tijd. Al lang al tijd om naar bed toe te gaan. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker,
met mooie dromen en weer gezond uit je bed zien te komen. Ja, het is alweer zondag. Voor de meeste mensen die naar de kerk toe gaan, wens ik een hele fijne kerkdienst toe. Geniet van alles met wat jullie doen. En ja, God die houdt over ons allemaal gewoon de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!